We staan hier bij een containerparkje. Bij de koffietafelgesprekken in het kader van de tussenbalans hoorden we van inwoners dat er nogal veel klachten zijn over zwerfafval en over bijplaatsingen. En als gemeenteraad hebben we toen bij de tussenbalans een aantal moties ingediend, waarmee we tegen het college zeiden van, nou, ga je nou eens mee aan de slag. Kom nou eens met een oplossing voor de overlast die onze inwoners ervaren. Toen hebben we als raad gezegd van, nou, laten we deze moties toch nog maar niet indienen. We hebben ze aangekondigd, maar nog niet indienen, zodat we met de stad in gesprek kunnen over mogelijke oplossingen, zodat het een probleem en een oplossing van ons allemaal wordt. En ik ben wel heel benieuwd, ik sta naast de wethouder, wat er in de tussentijd is gebeurd. We hebben de handschoen die de raad heeft neergelegd opgepakt en we zijn hard aan de slag gegaan. We hebben een zomeroffensief gehad, waarin we juist in deze coronatijd extra afval hebben opgeruimd. We hebben ook extra vrijwilligers gekregen die ons meehelpen om het afval op te ruimen. Inmiddels 3000, dus daar kunnen we heel trots op zijn. En we zijn in gesprek gegaan met de stad. We hebben onder andere de website Tilburg in Gesprek opgezet, waar Tilburgers zich kunnen melden met allerlei ideeën over hoe wij samen de stad schoner kunnen krijgen. Dus ik zou zeggen, iedereen die kijkt, meld je op die website en kom met je ideeën. Want alleen redden we het niet. We hebben elkaar hard nodig om Tilburg schoon te krijgen. En dat het hard nodig is, zien we elke dag buiten op straat. Op dit moment geven wij 2,5 miljoen euro per jaar, elk jaar, uit aan het opruimen van zwerfafval. Dus het afval waar mensen eigenlijk te lam voor zijn om het gewoon in een vuilnisbak te doen. Dat kost de Tilburger heel veel geld. Geld dat kunnen we stoppen in armoedebestrijding, in voetbalverenigingen, in kunst. Bedenk het maar, het kan. Maar dat kunnen we alleen bereiken door nu samen aan de slag te gaan. Goed om te horen dat het college samen met de stad dit overlastvraagstuk van veel inwoners heeft opgepakt. En ik zou ook namens de gemeenteraad willen oproepen van inwoners, als jullie ideeën hebben, als jullie oplossingen hebben voor deze overlast, ga naar de website www.tilburgingesprek.nl en laat je horen.